Gestaag druppelen de mensen binnen op Sportpark De Bongert voor de wedstrijd van Barendrecht tegen Jong Sparta. Het is een van de laatste vier wedstrijden voor Barendrecht, de nummer laatste in de tweede divisie, om direct de degradatie af te wenden. Het zware seizoen hakte flink in bij de thuisclub. Voor de spelers is het mentaal heel zwaar en het is voor mij mentaal ook heel zwaar geweest. We hebben misschien wat te weinig kwaliteit. We hebben heel veel blessures ook. De term de wet van Murphy, of Murphy's Law, die is wel veel gehanteerd dit seizoen. Want echt alles wat er fout kon gaan, ging ook fout. En zeker op het gebied van blessures. Kortom, gezien alle tegenslag is de laatste plek niet eens zo verrassend. Maar het past niet bij de club die ondanks een bescheiden budget al jaren moeiteloos meedraait op het hoogste amateurniveau. En vorig seizoen onder trainer Adrie Poldervaart eindigde Barendrecht nog gedeeld derde in de tweede divisie. Poldervaart ging naar Excelsior en Albert van der Dussen volgde hem op. Maar Van der Dussen trof een uitgeklede selectie aan. Zo weet ook de trainer van de tegenstander van vandaag, Jeroen Rijsdijk. Als je kijkt, Joey Jongman weg, Eekman weg, Van Splunter weg. Ja, volgens mij hebben ze best wel veel kwaliteit ingeleverd. En niet alleen kwaliteit, maar ook, ja, ik geloof dat als een kern van een groep wegvalt, ja, dan is het heel lastig voor welke groep dan ook. Ik denk als je bij Ajax Tadic en De Jong en De Ligt weghaalt, dan is het ook een stuk minder. Daniel Esaias lag er vervolgens meteen heel het seizoen uit met een kruisbandblessure, net als Remy Salem. En als je topscorer Dolly Navarez-Sanchez dan ook nog eens kiest voor een modellencarrière, dan wordt het niet makkelijker. Toch besloot Barendrecht in de loop van het seizoen om Van der Dussen weg te sturen, in de hoop het tij te keren. Een oude bekende kwam terug, Jack van den Berg, die een tijdje ervoor, na een roerige periode, was vertrokken bij Katwijk. Toen ik bij Katwijk wegging, ja, dan zit je thuis. En dat is ook wel eens lekker, na zoveel jaar trainen, elke avond op een voetbalveld. Dan is het ook wel eens lekker om thuis te zitten. En toen dacht ik van nou, ja, voor het nieuwe seizoen, ja, daar stond Barendrecht toch wel hoog genoteerd. Daar had ik wel interesse in. Maar ik had liever gehad als ze de trainer niet ontslagen hadden en dat ik in de zomer in was had kunnen stappen. Nou, okay, dat is niet zo gegaan en heeft besloten dat de trainer weg moest en aan mij gevraagd of ik in wilde stappen. Ja, moet je dan tegen een club zeggen waar je gevoetbald hebt en 9 jaar trainer geweest bent, moet je dan zeggen nee, dat doe ik niet. Dat kan niet, dat kan gewoon niet, dat doe je niet. En ja, nu zitten we hier. Want de afgelopen tijd stapelden de nieuwe blessuregevallen zich op. En eigenlijk moet Barendrecht vandaag winnen van Jong Sparta om zicht op lijfsbehoud te blijven houden. Maar vanaf het begin zijn de Spartanen gewoonweg beter. Het is een klein wonder dat het lang 0-0 blijft. Maar hier krijgt Jorik van Delen zijn tweede gele kaart. En uit de vrije trap zet Ayoub Boukari Jong Sparta na een uur spelen eindelijk op voorsprong. Jack van den Berg ziet het onbewogen aan. En even later is er een penalty voor Jong Sparta, na de overtreding van Ilias Ulat Ali. Sven Meinans maakt er 2-0 van, een score waar niets op valt af te dingen. De directe rode kaart erna voor Ulat Ali lijkt zwaar gestraft, maar het past wel bij het seizoen van Barendrecht. Schandalig met de vieren. Penalty, seizoen stukje vanaf. Sukkel. Feit is dat Barendrecht onder Van den Berg zelfs nog minder punten haalt dan onder Van der Dussen. Maar dat lijkt niemand hem kwalijk te nemen. We verwijten helemaal niemand iets. Het is gewoon een pechjaar en dat kan je gewoon niemand verwijten. Om directe degradatie te ontlopen moet Barendrecht natuurlijk van de laatste plaats af. Met nog 3 wedstrijden te gaan heeft de nummer 1 en laatste VVSB 5 punten meer. En een heel veel beter doelsaldo. Het kan dus nog altijd, maar op de Bongert wordt al wel voorzichtig voorgesorteerd op een divisie lager. Het is gewoon heel moeilijk en denken aan degraderen en dat dat dichterbij komt. Ja, dat is wel verschrikkelijk. Het is pas klaar als we het echt niet meer kunnen halen, maar het wordt wel steeds lastiger, dat zeker.